Vandaag hebben we een bijzondere dag, een open dag, samen met de ZLTO. De kick-off van het koolstofproject waar ik aan meedraai, waarin we proberen als agrarisch koolstof vast te leggen in de bodem. De komende 5 jaar loopt dat project. En daarnaast mag ik mijn verhaal vertellen aan heel veel leuke mensen. Naast mij staat Suzanne Dekker. Zij heeft mij de afgelopen maanden bijgestaan in de communicatie en afzet. Daar ben ik echt ontzettend blij en dankbaar voor. Zij kan dat veel beter dan ik dat kan. En ik heb een beetje daarmee de kunst af kunnen kijken. Maar Suzanne heeft het met een hele dikke buik. En verwacht over een tijdje de eerste kleine. Dus daarmee is het eigenlijk ook een afsluiting van haar opdracht voor mij. En word ik in de diepe gegooid alleen. Ja, wat mij opvalt in de grond als ik graaf of alleen naar de bug. Je zegt dat er ontzettend veel wormen, spinnetjes, torretjes. En allemaal voor mij totaal onbekende beestjes rond wandelen en kruipen. En dat is gewoon het teken dat er heel veel leven zit. Veel meer dan ik ooit eerder heb gezien. Nou, de lezingen zijn op dit moment gaande. Ik mag straks wat vertellen in het land. Er staan een hele rij auto's. Dus de mensen kunnen gelijk als uitstappen waar ze een auto parkeren, zien waar ze terecht gekomen zijn. Wat ik ook nog graag wil melden is dat Suzanne meegeholpen heeft in het organiseren van deze open dag. Nou, wat kost het in geld? Voor mij was het heel helder. Wij gingen naar een groot systeem met grote rupsrooiers, grote kiepwagens. Ik had het best wel goed voor elkaar in dat opzicht. En de kiepwagens hadden zulke banden, dus ik deed het eigenlijk goed. En ik zag alleen maar mijn bodem ontzettend snel achteruit gaan. Dus ik dacht, dat moet gewoon anders. Dat heb ik 1 jaar of 10 gedaan. En daarmee heb ik wel heel helder wat ik niet wil en hoe het niet moet. En eigenlijk zijn we nog steeds doorgegaan met die schaalvergroting die na de oorlog ingezet is. En we weten allemaal dat moeten we niet meer doorgaan, maar we gaan toch door met schaalvergroting en kostenverlaging. Dat is heel erg zoeken naar de term. Daar hebben we echt ook mee geworsteld, want wat voor term hang je nou aan? Ik ben geen stroketeltboer, dat ben ik wel, maar ik ben ook meer dan stroketeltboer. Ik ben geen bierboer, maar ik ben meer dan een bierboer. Dus ik heb daar met mensen van Wageningen over gehad, wat is nou het beste naamtje? En toch kom ik regeneratieve landbouw uit. Nou, dat was een pittig weekje. Zoals we al heel veel meer gehad hebben, we zijn wel met iets heel positiefs bezig, namelijk nog steeds met het oogsten. De vorige vlog ging het over de uien en de pompoenen. Zojuist is de ene laatste baantje pompoenen geoogst. En het allerlaatste baantje is net niet helemaal rijp, dus dat gaan we volgende week doen. Op dit moment liggen ook ongeveer 24 hectare gras gemaaid, wat vandaag en morgen geperst wordt in balen. Ik ben heel blij dat Matthijs mij daarbij wil helpen. En dat hij zo handig is dat hij met dat ingewikkelde apparaat kan rijden. Met alle toeters en bellen erop. En dat ik wat andere dingen kan doen. Het eerste wat we willen gaan doen is de uien eruit rijden. Die zijn vanmorgen geklapt. Je kan zien zijn de stengeltjes er al afgeklapt. En omdat het best wel laat is dat we ze rooien, is het loof al best wel ver afgestorven. En zat er niet zoveel stengeltjes meer op. Het is de bedoeling dat ik ze zo snel mogelijk eruit rij, ook met een nieuw probeersel, om ze los te rijden uit de grond. En volgende week met een nieuwe uienlader en rooimachine op te laden. Alleen die was nog niet klaar, omdat ze bezig zijn om het technisch helemaal in orde te maken. En dat blijkt nog niet helemaal mee te vallen, dus ik moet van heel veel geduld hebben. Maar ondertussen hoef ik niet echt stil te zitten om daarop te wachten, want er zijn genoeg andere dingen te doen. Ik wil bij deze ook nog even mijn excuus aanbieden dat ik best een hele tijd geleden gezegd had dat we 7 september open dag hadden. Nou, die is ook wel geweest, maar we leven in een beetje bijzondere tijden met de corona. Dus dat waren wel speciaal uitgenodigde gasten. En niet zo open en publiekelijk als dat eigenlijk van tevoren de bedoeling was. Dus er waren mensen die in verwarring waren van dat was een open dag en we konden verder niks vinden daarover. En nou, gelukkig hebben we een deel van die mensen gewoon gebeld en gevraagd hoe het zat. En kunnen ze alsnog langskomen. Maar dat had wat netter gemoeten en even wat duidelijker moeten communiceren. Dus bij deze mijn oprechte excuses daarvoor. Hier in de winkel, of hier aan de weg, kwam ik echt een heel leuk klein mini kraampje tegen. Met een heel lief jongetje erachter. En we gaan eens even vragen wat die jongen allemaal te koop heeft. Zo meneer, wat heeft u allemaal te koop? Pompoen. En? En wortels. En waar zijn de andere winkeliers? Bas. Wat zijn die aan het doen? Wortels. Wortels? Oh ja, die zijn bijna op.